Hoi, welkom bij een nieuwe aflevering van ons boerenleven. Het was mocht de vorige keer wel duidelijk zijn. Jullie zijn het er allemaal eigenlijk al over eens. Gewoon doorgaan, zoals je bezig bent. Dus, dan doen we dat. Leuk. We beginnen weer met een vrachtje aardappelscheppen vandaag. Eén van de laatste. Tenminste, dit ras is de laatste en een andere ras ook nog anderhalve vracht. Laatste vracht met Melodies. Heb ik hierna nog anderhalve vracht met Navier zitten. Ik ga zelf even wat klaarzetten om Emmanuel te kunnen leveren. De Melody en de Navier liggen in de buitendagkoeling. Maar de Emmanuel die staan bij ons in de mechanische koeling in kisten. Dus ik moet even wat spulletjes aan de kant zetten zodat we die straks kunnen leveren. Die komen ze in kisten halen. Dat zijn de laatste aardappelen. Komt mooi uit. Schuur is leeg. Prachtig, chockvol. Alleen jammer dat het regent. De werkzaamheden in huis zijn ook doorgegaan. En in de schuur zijn we nu volop aan poetsen voor de dag van de CSTV. Moet wel een beetje netjes zijn natuurlijk. Voorbereidingen zijn in volle gang.
Dus tafeltjes, stoeltjes, banners en schermen, beamers, machines. Gaan we goed komen, denk ik. Vandaag is de dag. Vandaag hebben we de bijeenkomst van de CSDV. En Julian, en die gaan een klein beetje uitleggen wat we allemaal gaan doen vandaag. Hoi, goedemiddag. Mijn naam is Julian Heijboer. Ik ben werkzaam in de buitendienst bij CZV. En vandaag zijn we hier bij Marcel op het bedrijf. We organiseren een bijeenkomst, welke speciaal is georganiseerd voor mensen welke certificaat hebben en hiermee gewasbeschermingsmiddelen mogen toedienen. Dit certificaat wordt ook wel de spuitlicentie genoemd en voor deze spuitlicentie moet de bijeenkomst gevolgd worden waarbij telers kennis opdoen over de nieuwste technieken en hoe er nog veiliger omgegaan kan worden met gewasbeschermingsmiddelen. Op deze bijeenkomst staan de onderdelen rondom veiligheid en techniek centraal. Tijdens deze twee dagdelen leiden we groepen rond langs de volgende thema's. Allereerst de presentatie over het middel Squall, dus het toevoegingsmiddel dat ook bij het spuiten gebruikt kan worden. Daarnaast een thema over emissie, over hoe emissie van wasbeschermingsmiddelen op het erf vermeden kan worden. Hierbij nemen we ook een kijkje bij de fietenpak van Marcel. Ook CSDV geeft een presentatie over de veranderende wet en regelgeving rondom wasbeschermingsmiddelen en de spuitdoppen. En daarnaast kijken we ook nog bij de Witech en een schoffelbalk, welke van Einbok hier staan, uitgelegd door de klokmechanisatie en Racing Agri. En als laatst staat er ook een spotsprayer op het bedrijf. Deze machine kan door middel van de slimme cameratechniek plaatsspecifiek onkruiden bestrijden. We hebben verschillende onderdelen vandaag met de CSDV-dag. Een van die dingen, een van de onderdelen is onder andere uitleg over onze fietobak en erfemissie. Wat kan je erover vertellen vanuit CZTV? Ja Marcel, wij vinden het vanuit CZTV inderdaad belangrijk om ook een stukje erfemissie en de reductie daarvan onze telers in mee te nemen vandaag. Dat doen wij in groepjes, omdat erfemissies in verhouding het grootste deel is van de emissies richting de omgeving. Er zijn een aantal dingen belangrijk richting onze telers en richting de maatschappij. Maar misschien wel de belangrijkste en de meest aansprekende is het behoud van middelen. Dus ik denk dat het daarom belangrijk is om hier vandaag ook de aandacht op te vestigen en daar onze telers in mee te nemen. Ja. Nou ja, inderdaad. We hebben een middelpakket en die willen we graag behouden. Dus we moeten zo zuinig mogelijk mee omgaan. Dat is een fietenbak onder andere iets waar we wat mee doen. Onze wingsprayer is er ook onderdeel van om ervoor te zorgen dat we die middels kunnen gebruiken. Dus heel belangrijk. Dankjewel. Doei. Erfemissie, afdracht van middelen richting de sloot en dergelijke is een groot probleem. En nu zijn er ook hele handige middeltjes voor die we daarvoor kunnen gebruiken om toe te passen tijdens het spuiten. Een van de middeltjes die je kan toevoegen met het spuiten om drift te reduceren is Squall. Nu staan ze hier van Squall ook tijdens deze bijeenkomst. Welkom, wat kan je ervan vertellen? Hi, ik ben Camille Blok. Ik doe onderzoek onder andere naar verbetering van bedekking van Squall. We zijn altijd bezig met het product verbeteren. Het is eigenlijk een stof, een polymeer die de druppels bij elkaar houdt, waardoor het minder verstuift waardoor je en ook nog eens betere bedekking krijgt. Dus het is een driftreducerder, het is een uitvloeier, het houdt de druppels vast op het blad en het verbetert ook nog de watervastheid, wat gewoon eigenlijk helemaal mooi is. En het is niet toxisch en biologisch afbreekbaar. Kijk, het kan niet misgaan. Minder drift, betere werking van product en niet slecht voor het milieu. En niet slecht voor de gewassen en gewoon niet toxisch. Ik even laten zien hoe het werkt. Ik weet niet of het te zien is op de camera, maar je kan wel duidelijk zien dat deze druppeltjes heel fijner zijn en wat makkelijker wegwaaien tegen de achterzijde van de wand. Je ziet ook meer druppels op de achterzijde van de wand.
dan met deze. Er zit toch een beetje wind vanuit buiten. En je ziet dat hier de druppeltjes toch beter rechter naar beneden vallen en niet tegen de wand uitkomen. Techniek is ook heel belangrijk met de spuiten om de middelen op de juiste plek te krijgen met de juiste druk, de juiste doppen. En ook daar hebben ze vanuit de CSTV een verhaaltje over. Nou, goedemiddag, mijn naam is Jan Schouwen. Ik sta hier namens CSTV, ook een stukje veiligheid en techniek. We proberen natuurlijk met spuiten in een zo hoog mogelijke driftreducerende klasse te vallen. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Als eerst zien we de Hardy Twin Force met luchtondersteuning of een windsprayer in combinatie met een 75% driftreducerende drop bij de Twin Force en een 50% bij de windsprayer. Dus ja, zo kunnen we tot 99% driftreductie komen. Willen we tot 97,5 komen, dan kan dat met een verlaagde spuitboom in combinatie met een kroon of luchtondersteuning met daarbij ook weer die aanvullende driftreducerende drop. De tweede hoogste categorie, 95%, kunnen we halen door een veldspuit met luchtondersteuning en 90% driftreducerende doppen. Een veldspuit met een verlaagde spuitboom en 75% driftreducerende doppen. Conventionele spuit in combinatie met een squall injectiesysteem kan één trap omhoog. Dus dan komen we ook op die 95% uit. En daarnaast de conventionele veldspuit met de 95% driftreducerende doppen. Daar hebben we ook nog een voorbeeld van een aantal doppen, de uit de Airmax serie, 110-03, 110-04 en de 110-05. Die zijn getest bij 4 bar en 3,5 bar bij de 05 en dan zien we de onderstaande bedekking uit de proeven. En dan zien we bij die 03 dop net de bedekking met een wat fijnere druppel. Bij de 04 dop ook een nette bedekking, maar een iets groffere druppel. En kijken we naar die 05. Die heeft wel redelijk veel grove druppels die natuurlijk sneller van een blad af kunnen. Ja, er zijn verschillende technieken. En wat je hier ziet zijn dan de gele bladen. Dat zijn dan vochtontvangende bladen, of hoe moet ik het noemen. En dan die blauwe druppels die je erop ziet, dat zijn dan de druppels die erop gekomen zijn. Dat zijn bladen die op de grond zijn gelegd of rechtop staan. En dan is de langste reden met de spuit en dan kan je precies zien hoe de druppels tegen die bladeren aankomen. En daardoor heb je dan die kleurverschillen. En zo kan je dan uitzoeken hoe de bedekking is van de verschillende doppen. Om te bepalen wat je met voor techniek je gaat toepassen op je spuit. Ik zou zeggen bedankt zover. Ja, graag gedaan. Oh, heb je nog een klein filmpje van de verschillende doppen? Ja, verschillende doppen. Dan zien we de 03 op aan de linkerkant. Heeft een iets minder volume in de kegel zitten. Maar dat komt dan met een... minder hoeveelheid water spuiten en aan de rechterkant hier de 05 top. Dat is natuurlijk meer volume, meer water, dus een grovere kegel met grovere druppels. En als je naar de doppen kijkt, dan zie je hier de 110-03 en dan wil zeggen dat 110 is de breedte, hoe breed de dop spuit. Je hebt een 110 en heb ik eventueel 120 en die spuit dan weer breder. En de 03 wil zeggen hoe dik of hoe dun de doorlating is van de dop. Dus heb je een 110-03, spuit 110 breed, heeft een doorlating van 03 en een 110-05 heeft dan een doorlating van 05. En zo heb je een 025, 015 tot en met 07 zelfs geloof ik. En natuurlijk hoe meer druk je geeft op een klein gaatje, hoe meer fijne druppels je krijgt. Dus dat zorgt er dus ook voor dat je die drift krijgt en dat verwaaien van die druppels. Nou, ben je blij met je techniek over de doppen? Bedankt in ieder geval. Graag gedaan. Met de huidige technieken van de spuiten en de drift of de middelen die we steeds minder mogen gebruiken, steeds meer middelen die wegvallen, zijn we ook genoodzaakt om steeds meer mechanisch onkruid te gaan bestrijden. En daar hebben ze tegenwoordig ook hele mooie machines voor. Zo ook van Einbock. Hoe zeg je het? Einbock. Einbock. Goed, Marcel. Ja. Ik zou zeggen, ja. Goed, ik ben Christian van Racing AG, wij zijn importeur van Einbock. En ik heb speciaal voor jou vandaag 3 machines meegenomen. Specifiek voor de mechanische onkruidbestrijding. En dat is een WITEC. We praten tegenwoordig over een precisie WITEC. En een schoffelbalk met camerabesturing. Dat zijn eigenlijk ook 2 losse machines. Eén staat niet helemaal los van het ander. Beide kunnen wij goed gebruiken voor mechanische onkruidbestrijding. Dus we kunnen eigenlijk na het zaaien direct beginnen. Met blind eggen, dus voor opkomst al eggen. Dus zeker als jij een buitje regen hebt gehad, slemgevoelige grond om die kost wat te breken. Op het begin met dat het plantje boven komt, kun je eigenlijk eventjes met een wietecht moeder vooraf blijven. Maar daar zou je bijvoorbeeld wel al wel met een schoffel toe kunnen passen.
schoffel vroeger. Hadden we hem heel veel voor op de trekker hangen. Toen er nog geen GPS was, ging alles met stuurtje zo recht mogelijk met het oog. Toen kwam de GPS in intreden, konden we wat nauwkeuriger schoffelen. Tegenwoordig praten we eigenlijk bijna altijd over camera gestuurd. Schoffelen, waar staat nou het voordeel van? Nou, hij is een stukje nauwkeuriger dan de GPS. Want die bol die zit toch bovenop de trekker. En ondanks dat hij heel nauwkeurig is, onafhankelijk wat van trekkermerk, dat hou ik mij niet meer bezig. Dit zal wel een hele goeie zijn. Kunnen we heel nauwkeurig schoffelen. Dus we beginnen vaak met een afstand van 4, 5 centimeter tussen de messen in de uien, in de sigarijen, in de bieten. En naarmate de gewassen groter wordt, ga je met smallere messen of zet je hem smaller, kun je daarmee werken. Daarmee kun je heel nauwkeurig werken tussen de rijen. Zitten we in de plantrij, dan kan een wietweg zeker vanaf het beginstadium al heel erg veel. In het late stadium, als we in de bieten zitten, dan hebben we 4-6 bladstadium, dan kun je op een gegeven moment ook met een vingerwieden gaan werken. En daardoor eigenlijk mooi de kost breken, plantje toch een beetje losduwen en daardoor mooie onkruidbestrijding toepassen. Nou, top. Niet alleen, met spuittechniek, maar ook mechanisch zijn er in de toekomst zeker de mogelijkheden om verder te kunnen in onze teelttechnieken. Dankjewel. Absoluut. Graag gedaan. Spuittechnieken gaan ook allemaal gewoon door. Dat zie je wel bij ons op de spuit met de wingsprayer. Maar plaatsspecifiek spuiten of spotsprayen tegenwoordig, zoals het heet, is iets wat ook wel de toekomst heeft. Dus er staat hier nou ook een hele mooie spotsprayer. En ja, daar hebben we natuurlijk ook wel specialisten in, of degene die het maar importeert en verkoopt. Ja. Met een mooi verhaal. Ja. Ja, mijn naam is Jorik Lammers, ik sta hier namens Doorgrond. We doen samen met ABMEC zetten we deze Ecorobotics ARA spotsprayer in de markt. Eigenlijk de meest precieze spotsprayer op de hedendaagse markt. We hebben een spuitafdruk van 6 bij 6 centimeter op de grond. We hebben actieve dataverzameling via de camera units. Elke camera unit neemt een meter werkbreedte voor de regeling en stuurt daarna een van de 156 dopjes aan om precies op het juiste moment, op precies de juiste plaats open te gaan boven het onkruid en zo tot 75% middelbesparing mogelijk te maken. We hebben een maximale werkbreedte van 6 meter. Deze is instelbaar per dop, dus we kunnen elke willekeurige werkbreedte instellen tussen 4 centimeter en 6 meter 4 centimeter. De spuitboomhoogte wordt automatisch bijgeregeld met de 3D-camera. De lampen die hier aanstaan is de actieve LED-verlichting. Die zorgen voor de optimale belichting van de beelden die de cameradetectie op het hoogste niveau kunnen laten werken. Werksnelheden tot 7,5 km per uur met een werkbreedte van 6 meter maakt in het meest optimale geval 4 hectare per uur. In de praktijk zal dit rond de 2,5-3 hectare per uur liggen, wat dat nog een heel hoog hele hoge hectares per uur zijn. Voorop hebben we, tanks. We beschikken over 2 tanks. Een schoon watertank van 600 liter en een mengseltank van 300 liter. Dus we kunnen 2 keer een extra mengsel aanmaken binnen de perceelsgrenzen als het nodig is. We kunnen de machine instellen dat die veiligheidsmarges hanteert binnen het gewas. Ligt een beetje aan de middelkeuze waarmee gereden wordt. Contactmiddelen rijden we zonder veiligheidsmarge indien gewenst. Zo kunnen we een optimale bespuiting uitvoeren met maximaal resultaat. En we kunnen ook rijden met niet-selectieve middelen of de Roundup-achtigen. En dan stellen we de veiligheidsmarge in. En die kunnen we zelf bijstellen van 0 tot 16 centimeter. Om de scherpte van de bespuiting zelf in te kunnen stellen. De camera detecteert het gewas. We kunnen vanaf 2 centimeter het gewas herkennen. En vanaf 2 millimeter wordt het onkruid al herkend. De machine is ingeleerd om specifieke gewassen te herkennen. Geen specifieke onkruiden. Met uitzondering van de aardappelopslag, wat weer een apart doel is binnen het onkruidbespuiting. Dus dan rijden we specifiek tegen de aardappelopslag, omdat dat we daar toch de meeste problemen in zien binnen de Nederlandse sector. De machine herkent specifiek het gewas en bespuit dan alleen het onkruid indien gewenst. Maar de machine kan ook andersom werken door alleen bladspecifiek het gewas te kunnen bespuiten. Ja. Het is toch mooi om de techniek tegenwoordig allemaal verandert. Hè? Gewoon plaatsspecifiek, plantherkenning en dan daarvan gaan spuiten. Middelbesparing, efficiënt werken, wordt de toekomst, is de toekomst. Zo, boel is opgeruimd, mensen zijn huis, een hoop licenties verlengd. Ik denk dat het een geslaagde dag was. Toch wel leuk voor een keer. De schuur is opgeruimd,
Nu maar even tijd voor andere werkzaamheden. Beetje slopen. Tijd voor vernieuwing in huis. Maar goed, het is ons boerenleven en niet ons boerenklus. Dus ik wou het hier belaten. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Tot de volgende. Hoi.